Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Zo, de week is doormidden, zeggen we dan altijd. Het is woensdag 19 oktober, de 293ste dag van het jaar. Het is al bijna oud en nieuw. Goedemorgen, Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. Ja, de pepernoten liggen ook al sinds juli in de schappen, ja. Dus het wordt tijd voor oliebollen. De komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. We geven je uiteraard het laatste nieuws uit Oekraïne. We gaan praten over hoe het verder moet na die oorlog. Welke kansen Nederland heeft. Netflix komt met kwartaalcijfers. En wat je niet moet doen als je cultureel erfgoed beschermt in Japan. Ga je allemaal horen straks. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En we beginnen, zoals gezegd, in Oekraïne. Want het gaat niet goed met de Russische operatie in Oekraïne, zeggen de Russen zelf. Bij monden van hun nieuwe bevelhebber, die Sergei Sorovikin. De man die het Russisch leger leidt in Oekraïne. Hij noemt de situatie gespannen, met name in de regio rond de bezette stad Gerson. En hij vertelt op de Russische staatstelevisie dat de vijand voortdurend de posities van Russische troepen probeert aan te vallen. En ook de door Rusland geïnstalleerde gouverneur in Gerson, Vladimir Saldo, die ziet dat het niet goed gaat. De situatie die nu ontstaat. This situation now is threatening our citizens. So in these conditions, we have made the only right decision. I announce a voluntary relocation for the residents of Berislevska, Belozersky, Alexandrovsky and Snigrivsky districts. Ja, je hoorde een vertaling door de BBC. Er worden dus voorbereidingen getroffen om de inwoners van Gerson te evacueren. Intussen heeft Iran leden van de revolutionaire garde naar de Krim gestuurd om te helpen bij het oplossen van technische problemen met de drones die Moskou van Iran zou hebben gekocht. Meldt de New York Times op basis van informatie van Amerikaanse functionarissen. De Iraniërs zouden werken op een militaire basis op de Krim, waar veel van die door Iran geleverde drones zich zouden bevinden. Het regime in Teheran ontkent dat trouwens, dat zij die drones aan Rusland leveren. Maar Amerika zegt bijvoorbeeld, ja, die Russen zetten wel degelijk Iraanse drones in. Daarvoor is uitgebreid bewijs. Ook in de EU wordt gedacht aan sancties. Dus nou ja, dat lijkt een soort spelletje dat niet echt heel goed vol te houden is door Iran. Er komen meer reacties op de rol van Iran in deze oorlog. Zo zegt Amerika dat ze praktische en agressieve stappen zullen ondernemen om de verkoop door Iran van drones en raketten aan Rusland te ondermijnen. Zijn woordvoerder van het Pentagon. Van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En hij noemde de alliantie tussen Rusland en Iran een ernstige bedreiging. Intussen heeft Oekraïne aan Israël gevraagd om geavanceerde luchtverdedigingssystemen te leveren om zich daarmee te kunnen wapenen tegen Russische luchtaanvallen. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitry Kuleba, is er voor Israël genoeg reden om nu openlijk de kant van Oekraïne te kiezen, nu het land wordt bestookt met Iraanse drones. Want we weten, Israël en Iran zijn niet bepaald vrienden. Nee, en inmiddels weten we ook, na 10 dagen shelling van allerlei infrastructuur in de Oekraïne, met behulp van Iraanse drones, 30% van alle energievoorziening, dus van alle power stations, alle energiecentrales die er zijn in Oekraïne, die werken niet meer. Dat betekent dat er hele grote delen van Oekraïne gewoon geen stroom hebben, geen elektra. En daarom heeft Zelensky ook vannacht weer opgeroepen van jongens, help ons alsjeblieft, zeker met die luchtverdedigingswapens, om dit soort dingen uit de lucht te halen voordat het erger wordt. Maar bedrijven en andere Nederlandse maatschappelijke organisaties staan te springen om straks Oekraïne te helpen bij de wederopbouw. Een eerder door premier Mark Rutte uitgesproken wens. Nederland zou kunnen bijdragen aan die wederopbouw. Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert vandaag dan ook een conferentie in Den Haag, waarin verschillende partijen samenkomen om het te hebben over hoe die wederopbouw er dan uit moet zien. Aanwezig zijn onder meer de stafchef van president Zelensky, dat is Kirilo Timoshenko, en handelsminister Liesje Schreinemacher. En Timoshenko is digitaal aanwezig. Ook bij die bijeenkomst is Ter Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En nu bij ons, mevrouw Hilhorst, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat verwacht u van die bijeenkomst vandaag? Ja, ik denk dat dat een bijeenkomst is waar veel mensen bij elkaar komen die ook al met elkaar gaan denken van wat zouden wij kunnen doen, en ook met elkaar gaan kijken van waar zouden we kunnen samenwerken als we gaan aan die wederopbouw, als die wederopbouw echt op gang gaat komen. Ja, dat hangt natuurlijk allemaal af van het verloop van de oorlog. Niemand kan ons vertellen wanneer die afgelopen is.
Nee, dat klopt. En daarmee ook de wederopbouw is een heel... Je weet helemaal niet wanneer je kan beginnen. Je weet ook niet wat je kan doen, wat je moet doen. Een tijdje geleden hadden we ook niet verwacht dat die powerstations naar beneden zouden gaan. Ja, het gaat natuurlijk, hoe langer die oorlog duurt, hoe meer er kapot is en hoe meer er weer opgebouwd moet worden. Mm-hmm. Waar ziet u kansen voor Nederlandse bedrijven, voor het Nederlands bedrijfsleven om in te springen? Ja, die zijn ongetwijfeld. Het bedrijfsleven heeft altijd een grote rol bij wederopbouw, een hele grote rol. Maar het is ook wederopbouw is echt een enorm ingewikkeld en complex proces. En een van de belangrijkste zaken is dat je, dat klinkt misschien gek, maar dat je de tijd neemt om het goed te plannen, de tijd neemt om het goed te doen. Want zomaar in het wilde weg wederopbouwen heeft helemaal niemand wat aan. En wat heel erg belangrijk is, is dat het hele proces gedreven wordt door Oekraïne zelf, door de overheid van Oekraïne, misschien ook maatschappelijke organisaties, mensen daarbij betrokken zijn. Dus dat er is ongetwijfeld heel veel ruimte voor bedrijfsleven, maar die zullen wel moeten volgen. Ja. Die zullen moeten volgen hoe de overheid het plant en hoe de overheid het wil. Want het is niet altijd gezegd dat wederopbouw is precies hetzelfde weer terugzetten. Mm-hmm. Wederopbouw is natuurlijk ook een kans om het beter te doen. Om goed na te denken van hoe willen we het eigenlijk hebben. Misschien is het moment om duurzamer te worden. Mm-hmm. Het moment om andere type bedrijven neer te zetten die veel meer in circulaire economie thuis horen. En dat soort zaken. Dus het is ook echt een kans om te denken van hoe willen we ons land inrichten. Hoe willen we het hebben. En daar de wederopbouw op af te stemmen. Ja. Ja, dat betekent dus inderdaad dat het op verzoek moet van, hè, dat zegt u net. Je moet dat inderdaad gewoon doen. Anderzijds, bedrijven die zijn natuurlijk eager om te helpen. Hè, die willen heel graag. Het Nederlands bedrijfsleven kan een hoop. We hebben een hele hoop kennis. We hebben kennis van zaken als het gaat om aanleggen van infrastructuur, het maken van watermanagement en dat soort dingen. Landbouw, om er maar een paar te noemen. Iedereen ziet kansen, maar inderdaad, moet je dan niet gewoon afwachten tot na de oorlog? Of kun je nu alvast wat gaan plannen? Nou ja, nee. Je kan natuurlijk niet al echt gaan plannen van wanneer je erin gaat of wat dan ook. Maar je kunt wel juist omdat wederopbouw een zorgvuldig proces moet zijn, een complex proces is, kun je wel alvast beginnen met daarover nadenken, daarover plannen. En het zou ook eigenlijk aan de andere kant heel gek zijn dat je wacht tot de oorlog voorbij is en dan denkt van hoe gaan we het eens aanpakken? Mm-hmm. Dus je moet nu al aan de slag met nadenken, met plannen. En wie met samenwerkingsverbanden maken. Want vaak werkt dit soort dingen ook het beste als bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf, en daar zijn natuurlijk ook ervaringen mee, samenwerkt met een Oekraïns bedrijf. Ja. Of daar al eerder gezeteld heeft en daar al eerder heeft gewerkt. Ja, dan heb je de beste papieren eigenlijk om daarmee verder te gaan, als je het land al goed kent. Ja, dat is duidelijk. Maar los van het bedrijfsleven, wie zit er allemaal aan tafel vandaag? Naast u en voornoemde excellenties? Bedrijven? Nou, ik wilde u net iets corrigeren, maar ik ben er niet bij vandaag. Oh. Want ik zou erbij zijn, ik sta op de lijst, maar ik ben helaas, mijn gezondheid is niet zo goed op dit moment. Dus ik heb helaas af moeten zeggen. Dus ik heb ook niet meer helemaal gevolgd weer naar wie er nou wel zitten. Maar de uitnodiging was duidelijk voor inderdaad mensen vanuit het bedrijfsleven, mensen vanuit de politiek en mensen vanuit wetenschap. Er gebeurt vanuit de universiteit ook echt veel, ook aan samenwerkingsverbanden met universiteiten daar. Dus ik verwacht dat eigenlijk daar die samenwerking die er gaan ontstaan, dat het ook vaak is mensen vanuit bedrijfsleven, universiteiten, hier en daar, dat die samenwerken in de planning. Want er is gewoon heel veel planning nodig en nadenken van hoe gaan we het precies aanpakken. Dank u wel, Thea Hilhorst. En die is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ochtendnieuws. Ja, straks. Nooit met de auto naar de wc. Dat geeft alleen maar rommel. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks. Maar eerst naar dit. Een van de grootste cementfabrieken ter wereld, het Franse LafargeHolcim, heeft in Amerika schuld bekend aan het steunen van Islamitische Staat en Al-Nusra. En die bekentenis levert het bedrijf een boete op van bijna 800 miljoen euro. Wat is er gebeurd? Vanaf 2011 betaalde het bedrijf grote sommen gelds aan beide terreurorganisaties na het uitbreken van de oorlog in Syrië om het personeel in hun fabriek daar te beschermen, naarmate de burgeroorlog in het land verhevigde. Leidinggevenden vergeleken die regelingen met het betalen van belastingen, zei ze. Nou, dat was niet zo. Amerikaanse aanklagers die zeggen dat die Syrische dochteronderneming van Lafarge, IS en Al-Nusra, bijna 6 miljoen dollar toestopte. Lafarge evacueerde de brief uiteindelijk, de fabriek uiteindelijk in september 2014, toen IS
IS de stad en de fabriek overnam. In de verklaring zegt Holcim dat pas in 2015 eigenaar werd van Lafarge, dat ze daar uiteraard part nog deel aan had. Maar Lafarge zelf zegt dat de gebeurtenissen diep worden betreurd en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de individuele leidinggevende die erbij betrokken waren. Zo luidt het persbericht van Lafarge, en de toenmalige CEO is inmiddels al de laan uitgestuurd. Dan gaan we naar de kwartaalcijfers van Netflix. De daling van het aantal abonnees is gestopt. De streamingsdienst kreeg er zelfs 2,4 miljoen abonnees bij. Zo blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van Netflix. Lastig jaar voor Netflix. Niet alleen door de toegenomen concurrentie, maar ook door de klant die in tijden van inflatie steeds vaker bezuinigt op dit soort leuke extraatjes. En daarom, we weten het, hè, Iwan, komt Netflix binnenkort met een nieuw en goedkoper abonnement. Zeker, met wat we van tv kennen. Reclame. Oh ja, daartussen. Ja, dan mag je betalen en reclame kijken. Mooi. Dan krijg je 3 euro korting, geloof ik. Maat, zoiets. Ja. Ja. We gaan de kwartaalcijfers bespreken met Wim Zwanenburg, die is beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger Vermogensbeheer. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, een toename, was dat verwacht? Nee, er was wel een toename verwacht. Nadat we in het eerste half jaar inderdaad zo'n 1,2 miljoen abonnees per saldo hadden verloren, werd er nu een toename wel van zo'n 1 miljoen verwacht. Maar zoals je al zei, ruim 2 keer zoveel, 2,4 miljoen nieuwe abonnees. En ook voor het volgende kwartaal wordt een verdere toename verwacht die boven de eerdere taxaties uitkwam. Wat de omzet betreft was het toch wel een kanttekening te plaatsen. En dat zullen we vaker horen bij kwartaalberichten van Amerikaanse multinationals. Valutaire tegenwind. Ja. Het is wel echter een omkeer van de trend. Dat nu meer abonnees werden toegevoegd dan verwacht. En de cijfers werden naar beurs eigenlijk wel heel goed ontvangen. Ja. En de koers steeg met zo'n 14,5%. Maar goed, dat mag ook wel. Dit jaar heeft de koers al zo'n 60% ingeleverd. Nou, dat wou ik maar zeggen, dus, we hebben gezien dat Netflix natuurlijk tijdens de pandemie heel goed presteerde met toevoeging van een aantal nieuwe abonnees. Maar de concurrentie in de streamingdiensten, dat neemt natuurlijk enorm toe. We kennen allemaal Disney+. Maar in de VS heb je Hulu, je hebt HBO... bovendien, Netflix moet heel fors investeren steeds in content, in nieuwe series. Ze investeren per jaar meer dan 20 miljard aan nieuwe content. Ja, nou, en series waarvan we dan wellicht ook allemaal de namen wel kennen. Recent Dahmer Story, wat zeg maar over seriemoordenaar gaat, wat enorm populair is. We kennen Squid Game, de serie die het heel onverwacht goed deed, oorspronkelijk van Koreaanse makelij. Ja. En natuurlijk The Crown, hè? Ja. Waar komende maanden een nieuwe vijfde epos aan wordt toegevoegd. Ja. En dat wordt wel heel pikant, want dat gaat steeds meer richting de actualiteit. En koning Charles zal er ook met belangstelling naar kijken. Want zijn relatie met Camilla, die komt vol in beeld. Ja, precies. Hè, dat is natuurlijk wel mooi. Maar in ieder geval die stap die Netflix nu gaat zetten, een andere stap, om te zorgen dat je een goedkoper abonnement krijgt. Wat verwachten we daarvan? Denk je dat het een succes wordt? Want we hebben dat nog niet in Nederland straks, maar wel al in Amerika en in Duitsland, begrijp ik? Ja, in zo'n 12 landen. Okay. Ze gaan er toch mee experimenteren. Een aantal dollar korting inderdaad op het normale abonnement. Ja. De vraag is natuurlijk of abonnees gaan switchen naar dat advertentiemodel. Ja. Aan de andere kant is het zo dat veel series worden gekeken. Series bingen, zoals je ongetwijfeld weet hoe dat heet. Het hele weekend doorkijken en dan wil je niet steeds onderbroken worden door reclame. Nee. Maar er zijn analisten die daar de komende jaren toch wel een behoorlijke extra omzet van verwachten. Wat heel opvallend was dat in alle regio's eigenlijk toch wel het aantal nieuwe abonnees toenam. En met name ook in Azië. Nou, in tijden van inflatie kan dit inderdaad toch wel misschien wel de extra omzet opleveren. Aan de andere kant, als gezinshuishoudingen gaan besparen, omdat ze juist switchen naar een advertentiemodel, dan is de vraag of dat echt netto extra omzet oplevert voor Netflix. Juist. Wat Netflix ook nog tracht te doen is het delen van passwords gaan beperken. Mm-hmm.
Mogelijk door het aanbieden van sub-accounts in huishoudingen. Maar in ieder geval is het wel zo dat er nu aan de dalende trend van het aantal opzeggingen, wat dan het aantal nieuwe abonnees overheerst, daar is een einde aangekomen. En afhankelijk inderdaad van valutaire ontwikkeling, ja, lijkt Netflix het toch ook weer wat beter te gaan doen. Dankjewel, investment strategist Wim Zandenburg van Stroeven Lemberger Vermogensbeheer. Heb je Dahmer gezien? Nee, nog niet. Maar het is, van die, de foto van de man al, die acteur. Bij aflevering 3. Ja, je ziet niet zoveel, maar het is wel een hele vertroebelde geest, die man. Een beetje een sneu verhaal. Ja, nou, Thierry Boudet is er niet bij vandaag. Die is geschorst voor een week. Maar wat gaat de Haagse Dag ons verder brengen? Dat vertelt ons althans, hoop ik, Beekman. En het zou heel fijn zijn als hij er ook dan is met een beetje geluid in de Haagse minuut. Er zou een bandje van zijn, hè? Ik kan hem niet nadoen, Leendert. Nee. Dat is een beetje lastig. Weet je wat? We gaan dat even uitstellen. Hij komt vast zo meteen. Tot ons. Eerst eventjes naar de krantjes. Ja. We beginnen in NRC vandaag. Berecht kind niet als volwassene. De Raad voor de Kinderbescherming bepleit dat delinquenten onder de 18 altijd via het jeugdstrafrecht worden berecht. En het nieuws van gisterochtend. Bunk wint zaak tegen de Nederlandse Bank over innovatie in witwasscreening. DNB vond dat Bunk te weinig specifieke informatie inwon over nieuwe klanten. Maar bedrijfsrechter geeft de online bank op een paar punten gelijk. En dan in de Volkskrant. Meer werken levert weinig op. Nou, dat horen we de laatste tijd wel vaker. Vanwege de grote tekort op de arbeidsmarkt zou het goed zijn als deeltijders meer gaan werken. Dat is voor veel Nederlanders niet zo aantrekkelijk. Want de loonstijging die ze daarmee krijgen wordt grotendeels niet gedaan door meer belasting gaan betalen en lagere toeslagen. En met alle koopkrachtsteun aan de lage inkomens die het kabinet heeft beloofd, wordt het probleem alleen nog maar vergroot. En het personeelstekort navenant ook. In Trouw, de Duma stopt live-uitzendingen uit angst voor de vijand. De Russische Tweede Kamer is tijdelijk gestopt met hun live-uitzendingen van zittingen om informatie te beschermen, zodat dat niet bij Oekraïne terecht kan komen. Nou, nog even een vervolgje op het verhaal van gisteren van het Economisch Instituut voor de Bouw. Die zeggen één straatje erbij en het woningprobleem is opgelost. Nu komen ze met het verhaal nieuwbouw in 2030. Plannen hadden klaar moeten liggen. Het kabinet wil 900.000 woningen laten bouwen de komende 8 jaar. Maar dat is niet haalbaar, zegt het EIB vandaag. Het Algemeen Dagblad dan. Miljarden voor vuurkracht, landmacht. Na bijna 20 jaar krijgt ons land weer raketartillerie. Ook trekt het kabinet de knip voor luchtafweergeschut. Maar tanks die in eerdere plannen een comeback zouden maken, die komen er niet. Ja, dan nog een fijn bericht over dieren in de Telegraaf. Een ballonvaarder moet een papegaaihouder uit Rijsbergen €55.000 gaan betalen. Het is nogal wat. Drie papegaaien schrokken zich namelijk letterlijk dood toen die ballon over hun kooi kwam. In het FD Nederland stapt uit verdrag energiesector. Ons land beëindigt het lidmaatschap van een internationaal verdrag op basis waarvan energiebedrijven een schadevergoeding konden eisen van overheden als door hun nieuw beleid investeringen in bijvoorbeeld elektriciteitscentrales minder waard worden. En Rob Jetten zegt, ja, dit helpt ons niet om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Nee, het punt is wel dat er nog 20 jaar claims kunnen worden ingediend door grote bedrijven. In de Financiële Telegraaf nog eventjes. Spaarberg groeit met 32 miljard. 1 op de 10 huishoudens is goed voor een ton of meer. Hier zitten de twee die dat niet hebben. Er komen moeilijke economische tijden aan, maar dankzij hun almaar aandikkende spaargeld kunnen Nederlanders tegen een stootje. Ruim 1 op de 10 heeft dus inderdaad een ton aan spaar- en banktegoed, meldt het CBS woensdag. Dus als u nog wat wil overmaken aan twee hulpbehoevende presentatoren, hier zitten we. Ja, u kunt gegevens krijgen bij BNR. Ja. En tot slot, DHL zet aanval in op PostNL met bezorgen van post. Dat is ook hun core business. Pakketbezorger DHL wil volgend jaar dus ook post gaan bezorgen in ons land. Dochterbedrijf van Deutsche Post daagt daarmee de Nederlandse monopolist PostNL uit. Kijken of dat gaat lukken. En kijken of alleen dat Beekman wil gaan lukken. Daags minuut. Goedemorgen. Hey. Vandaag maakt Politiek Den Haag zich op voor het laatste wetgevingsoverleg over de pensioenwet. Verder is er een commissiedebat Justitie en Veiligheid over vreemdelingen en asielbeleid. Uiteraard is staatssecretaris Erik van den Burg daarbij van Justitie en Veiligheid. En hij zal een hoop vragen krijgen, want er zijn nog een hoop problemen rondom de opvang van vluchtelingen. En de asieldeal is nog steeds niet helemaal rond. Denk daarbij aan de dwangwet voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. Verder wordt er gedebatteerd over de Europese top van 20 en 21 oktober. En is er een 2 minuten debat over kansspelen. Want dat blijkt, sinds dat er reclame voor gemaakt mag worden, zijn er meer mensen die het zijn gaan doen. En tot slot is er ook nog een hoorzitting met de NS over de veiligheid, de overvolle treinen en de dienstregeling. Want daarbij gaat het ook niet altijd even soepel. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Nou, dan nog eventjes naar dit. Stel je voor, je bent verantwoordelijk voor cultureel erfgoed in een land dat daar nogal wat van heeft. Namelijk? Japan. Ja. Ja, ken je, hè? Nou, op een morgen, gisteren om precies te zijn, spring je weer in je auto om actief cultureel erfgoed te gaan beschermen. Dus je springt erin, gooit je Toyota in zijn versnelling, geeft vol gas en blijkt in de achteruit te staan. En ramt vervolgens een 700 jaar oude openbare wc in een tempel in Kyoto. En bedankt. Deur eruit, pilaren ontzet. Kortom, grote schade, wel herstelbaar, maar een beetje lastig. En deze meneer, dus verantwoordelijk voor cultureel erfgoed, heeft zelf de politie moeten bellen. Op een foto, gelukkig hebben we de foto nog, zien we zijn auto staan in de tempel, naast de gaat in de grond, waar 20 monniken in opleiding zo'n 700 jaar geleden tegelijk hun behoefte konden doen. Heet smakelijk. Dat zou ik zeggen. Het is woensdag. Van Bernard Hammelburg. Van het westerse enthousiasme over de succesvolle Oekraïense opmars in het door Rusland geannexeerde deel van het land is niet veel over. Poetins blitzkrieg tegen Kiev en andere Oekraïense steden, onverwacht en effectief, zet het leger van Zelensky niet alleen op achterstand, maar plaatst ook de enorme westerse militaire en financiële steun in een ander daglicht. Over de barrage van drones en raketten was in westerse kring weliswaar gespeculeerd, maar de omvang en het effect zijn zwaar onderschat. De discussies gaan plotseling niet meer over de gebrekkige Russische invasie en het beschamende gestuntel bij de mobilisatie, en al evenmin over het snel uitdunnende arsenaal aan de Russische precisiewapens, maar over de rol van Iran. Dat land levert een, naar het zich laat aanzien, onuitputtelijke hoeveelheid drones. Iran produceert die wapens snel en goedkoop. De kamikaze-drones, die met tientallen tegelijk worden afgevuurd, kosten $20.000 per stuk. Ter vergelijking, een kruisraket kost een paar miljoen. Oekraïne schiet een hoop kamikaze-drones uit de lucht, maar de afweerraketten die daarvoor nodig zijn kosten ook enkele miljoenen per stuk en hebben een lange productietijd. Rusland en Iran verstevigden hun band in 2015 toen Poetin besloot zijn luchtmacht ter beschikking te stellen van de Syrische leider Assad. De Iraanse Republikeinse gardes vulden de Syrische grondtroepen aan. Aan die situatie is nauwelijks iets gewijzigd. Van warme vriendschap tussen de twee landen is niet echt sprake. Het is meer een verstandshuwelijk en Iran ziet een gouden kans om zijn positie als hoofdrolspeler in de regio te versterken. Door de moord door de Iraanse kuisheidspolitie op de 22-jarige Mahsa Amini, die had geweigerd een hoofddoekje te dragen, en de daaropvolgende protesten in Iran en in andere landen, zoals Nederland, legde de Europese Unie nieuwe sancties op aan Iran. De Iraanse rol als wapenleverancier in de oorlog in Oekraïne leidt tot nog meer sancties, al is de vraag wat de EU nog kan doen tegen een land dat op Noord-Korea begint te lijken. Praktisch gezien betekent het twee dingen. Dat Rusland voldoende wapens heeft om zijn blitzkrieg tot heel Oekraïne uit te breiden. En de Russische economie gaat best redelijk, terwijl de onze door de combinatie van de steun aan Oekraïne, inflatie en een energiecrisis de grootste klappen krijgt sinds misschien wel een halve eeuw. Victor, ja? Wat heb jij nodig om beter te performen? Een financieel expert en een econoom, een trendwatcher en een bedrijfskundige die verschrikkelijk veel weet van efficiëntie. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Ze zitten nu inbegrepen bij een zakelijke licentie voor het Financiële Dagblad. Speciaal voor MKB'ers.